Jan, want ook vanavond gaat er iets uit het raam. Home hier, home, hard, home, keihard. Het is niet Matthijs van Nieuwkerk. Dat zou wel leuk zijn. Mooi galm. Het is... reeds. Ja! En we zijn backstage. Ondertussen krijgen we trouwens het volgende gerecht alweer. Nicole, mijn... Oh, ik ben nog bezig met de vorige man. We hebben trouwens een jingle voor Jan ook, Michiel. Ja. Een soepje dit. Zeker voor de show. Oh ja. Dit is een soepje, hè? Bloemkoolsoep. Bloemkoolsoep met paling. Zit er paling? Met paling? Oh, lekker. Er zit paling. Paling. Bloemkool. Oh, ik zie het. Een beetje een aasbekkertje, maar er zit een paling. Ik moet even nog even opeten. Ja, je mag je... Paling is wel gaar. Dus, ja, hè? Wat een bijzondere combinatie. Ik ruik dit al 3 dagen. Je voorstellen hoe lang ze mee bezig zijn. Nee, ik heb genoeg gehad. Tommy moet nog rijden. Ik weet niet op wie. Dat weet ik ook niet eens. Michiel, heb je ook een pianomuziekje? Een beetje jazz restaurant muziekje. Een beetje restaurant. Jazzy. Ik stop me. Wat gaan we hier nou weer? Ik wil een lepel pakken en ik stop mijn vinger in de soep. God. Maar je vinger van me één stop de laatste week. Ik weet het niet. Hoe krijg je dat voor elkaar? Onvoorstelbaar. Ja, de motoriek is niet zo goed, Jan. Is die chip een reclasseringsprojectje? Of? Lijkt er wel op, hè? Dit is toch verschrikkelijk. Ja. Maar goed, heerlijk soepje. Een beetje een restaurantgevoel dit, hè? Want het is ook de eerste keer, normaal gesproken, als wij iets eten, Veenstra, in dit programma, is het altijd kapotgeslagen slang. Ja, inderdaad. Stuk krokodil. Hebben we ook nog gehad, ja. We hebben nooit normaal iets lekkers gegeten. Chips, op bitterballen na. Chips en bitterballen. Ja, broodje frikandel. Ja. En, de speculaas appelfly van Kim. Oh ja. Ja. Morgen Sinterklaas, hè? Vorige week. En morgen Sinterklaas. Ga je ook naar de intocht in Harderwijk, Jan? Nee, ik ben dood dat ik de zak in gratis. Ik vind Jan heel grappig. Ik vind hem echt heel grappig. Ik zit nu ook soep te mors. Doe mij maar een roer, hoor. Ja? Deze Mercedes is volledig culinair ingevuld. Ja, een goede roer. Oh, lekker. Een goede roer op zijn tijd. Maar wat Chippen vorig jaar met die roer allemaal deed. Ik wist helemaal niet dat het ook kon. Ja. En zover ook. Jordi, we hebben er nog 5 van. God. Tot voorbij de krul. Oh, Jan, wat zeg je nou? No. We gaan backstage. Ik zit soep te eten, man. Ja, inderdaad. Backstage, man. Ik haal een paling uit mijn mond. Moet jij toch aanspreken? Dat is voor Jimmy toch de normaalste zaak van de wereld. Daar hangt een paling op links. Je baden is het donderdag. Daar moet een paling. Er is veel veranderd de afgelopen 30 jaar. Gelukkig is het niet op de radio, Jan. Dit is alleen op de televisie. Oh, gelukkig. Oh, kijk, en er kijken een paar duizend mensen naar, joh. Dus wat maakt het uit? Jongens, wat een land. Ja, ik heb allemaal berichten zonder inhoud op de iPhone, nu zie ik. Hij is op hol geslagen. Dat klinkt als Twitter. Ja, kijk. Ja, voor het opdelen. Ja, is dat. Helemaal niks. Helemaal niks. Maar ik vind wel wat dit restaurant. Ik vind het lekker, hoor. Dat is goed, hoor. Zit je erbij? Ja. Nou, maar je bent ook wel een ontzettende Mac-fan, hè, Jan? Ja, ik ben enorm. Mag ik dat nu zeggen? Het is Ja, ik ben een enorme Mac-fan. Ja. Want je hebt dan de iPhone, de iPad. De iMac. Eigenlijk is Gerard de enige die een beetje een buitenmeetje is wat betreft iPhone. Ja. Ja, maar ook wacht even. Heb jij die Want Windows ik erop, weet nog? Dat Nicole, dus de chef van vanavond, die wil best graag een iPad. Ja. Dus ik denk dat als Jan een paar leuke dingen zegt over het eten en een iPad, dat Gerard morgen in de winkel staat, hoor. Binnen nu in een maand is de iPad bij ons thuis aanwezig. Ja? Sinterklaas en kerst. Hoor je dat, Nicole? Stuk of 3. Je krijgt een iPad. Nou, we hebben hem nu zo vaak genoemd dat er straks wel een pallet... iPad voor de billen. Pallet bezorgd wordt, denk ik. Ik denk het ook. Volgens mij krijg ik een 4 met een stukje erom. Hartelijk dank voor de commercial. Thuis gezien. Goed, meneer Jobs. Wat gebeurt er nou weer, Jimmy? Nou, vind ik het leuk wat Gerard zegt. Wat zeg je? Meneer? Iets leuk wat ik zeg? Ja, hoor. Kijk hem nou. Met een stukje erom. Dat staat helemaal niet in het script. Oh, nee. Wat is mijn draaiboek eigenlijk? Is het een script? Is dat blanke draaiboek? Hier, kijk. Nou, dat is een draaiboek. Ja. Jan, wil je ook een draaiboek of niet? Ja, goed georganiseerde uitzettingen, daar ben ik dol op. Weet je wat me trouwens afvraagt, Jan? Het orkest is opgehouden. Wil je een draaiboek of niet? Ja, eerlijk. Jongens, ja. Je gooit je draaiboek weg, Michiel. Nee, gooi je al een blanco papier weg? Wat heb je nog? Weet je wat dat kost? Ik vind het ongeïnteresseerd. Gaat hij nog eten of niet? Ja, neem maar een hapje. Hey, Jan, wat ik me afvraag, waarom gebruiken ze bij televisie vaak camera's? Roze. Dat vraag ik me ook heel vaak af. Ja, je moet van alles doen voor camera's.
Dames en heren, tot zover de poging van Jim om een serieuze vraag te stellen. Nou, het is op zich... Nee. Als je nagaat dat ik voor die camera's om 17:15 ochtends al ondergespoten word. Dames en heren, Jan moet elke ochtend helemaal ondergespoten voordat hij de tv opgaat. Met de Airbus. Je denkt, goh, wat zit er toch voor winter? Wat zit er een beetje minder uit vandaag? Het is de Airbus. Hij moest vroeg op. Altijd met bijpassende mokken. Dat wel. Uiteraard. Ja, wordt niet gemokt tijdens die show. Dan zitten we nog een half minuut backstage. Proberen nog één keer. Waarom hebben jullie bij de televisie altijd van die andere kleur blaadjes en geen witte? We hebben wel. Oh, nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, dat is op zich een goede vraag. Vroeger was dat zo. Had ik naast de mok ook de blaadjes in de kleur? Nee. Ja. Maar ja, toen ik een keer een bruine trui had, was er niks van te lezen. Dat is echt waar. Maar sinds kort hebben wij een nieuw decor, sinds een jaar. Oh, we moeten, sorry, we komt licht uit 10 de tafel. Seconden, sorry. En dan is mijn gezicht ook groen of blauw. Aha. Ja, dat moet meekleuren. Als je heel erg lam bent, dan moet er ook weer... Oh, sorry. We moeten er weer in. Ja. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Extra Weekend. NTR.